Hier begon het jaren geleden allemaal. Bij voetbalvereniging Audacia in Moergestel speelden Arjen en Ruud Swinkels toen ze kind waren. Sindsdien is het al strijd tussen die twee. Maar de oudste verwacht dat hij vanavond gewoon wint. Ik denk dat wij over het algemeen een beter elftal hebben dan het elftal van Eindhoven. Dus ik ga er wel vanuit dat wij met de winst vertrekken. Ja. Hoor je dat? Ja, dat moeten zij zelfs. Hè. Wij hebben geen druk en we kunnen leuk stunten. Dus we zullen het morgen zien. Ze willen gaan stunten. Ja, stuntelen misschien. FC Eindhoven kan in ieder geval weer rekenen op Ruud Swinkels. Hij is hersteld van een blessure aan zijn knie. En dus kan hij weer keeper voor Eindhoven. Maar hij had ook zomaar in de goal van Willem II kunnen staan. Hij kon als vijfde keeper aan de slag bij de Tilburgse club, maar bedankte daarvoor. Maar spijt heeft hij geen moment. Ik heb het goed naar mijn zin. We draaien een goed seizoen. Dus ik denk niet dat ik ontevreden kan zijn. Nee, Willem II doet het niet zo goed, hè? Nee, wat dat betreft is ons seizoen een stuk gezelliger geweest dan bij Willem II, denk ik. Wat nou als FC Eindhoven straks wint? Gun je het hem dan? Nee, niet tegen ons. Ik gun Ruudje alles en Ruudje mag voor mij alles halen en presteren in zijn leven. Alleen ja, niet de kosten van mij. Wie er ook wint in Huizen Swinkels is er vanavond sowieso reden voor een feestje. Oh, dat weet ik niet. Ik denk, als ik win, dan kom ik denk nog wel even langs huis. Maar als ik verlies, ga ik gewoon naar mijn eigen huis, denk ik. Dan ben ik er niet.